11 uur precies. De wacht presenteert het geweer. Een gejuich stijgt op. Voorafgegaan door herauten treedt de koninklijke stoet naar buiten. Luitenant-generaal Kruls draagt het ontblote rijkszwaard. De standaard is in handen van de luitenant-admiraal Helferich. Prinses Irene Brigade, de mariniers, de jagers, de grenadiers en het Koninklijk Nederlands-Indische leger viel de eer te beurt hun vaandels naar deze plechtigheid te mogen afvaardigen. De Staten-Generaal, dat ik hier op het ogenblik in uw midden ben om de eed op de grondwet af te leggen, vervult mij met weemoed. Want het is een gevolg van het feit dat mijn lieve moeder een halve eeuw lang haar krachten in dienst van het vaderland en het rijk heeft gegeven in een mate dat ze nu eindelijk de zware last niet verder dragen kan. Sedert eergisteren ben ik geroepen tot een taak die zo zwaar is dat niemand die zich daarin ook maar een ogenblik heeft ingedacht haar zou begeren. Maar ook zo mooi dat ik alleen maar zeggen kan: wie ben ik dat ik dit doen mag? Lieve moeder, geleid door de liefde, de wijsheid en het verstand van grootmoeder, zijt ge uw zware taak begonnen met later naast uw vaders gezegende persoonlijkheid. Hoe moeilijk ge het hebt gehad in een wereld van conventionele vooroordelen, waardoor speciaal de tijd waarin ge begon zich kenmerkte, weet ik nog maar alleen, en dat zeer ten dele. Met uw scherpe visie en u in de grond van uw hart zo sterke verbondenheid met de medemens, hebt ge echter onverstoord voor het heil der gemeenschap gewerkt. Ikzelf en allen hadden altijd het gevoel dat ge er waar, als een rots. Toen de stormen kwamen, merkte men dat was goed, want die rots stond er onwrikbaar. Cevis tranquillis in undis, rustig te midden der woedende golven. Leden van de Staten-Generaal, wij bevinden ons op dit ogenblik van de wereldgeschiedenis in een toestand
waarin alles aankomt op onze houding tegenover het onheil van het jongste verleden en tegenover de dreiging van nieuwe onheilen. Nederland moet niet alleen drijvende blijven op de wilde golven van het wereldgebeuren, het moet zelf zijn koers bepalen en bovendien trachten met de andere volken samen de koers uit te zetten van de ganse wereldvloot. We moeten daar niet op zien of dat offers kost. Als het nodig blijkt, moeten we bereid zijn ballast uit te werpen. Alle hens aan dek. Eendracht. En nog eens eendracht heeft koningin Wilhelmina ons op het hart gebonden. Zo dadelijk zal ik mijn eed afleggen in 100 jaar oude bewoordingen. Daarbij zal me voor ogen staan het zinnebeeld waarmee ik de regering van mijn moeder kenmerkte en dat voor mij het wezen van het Nederlandse koningschap weergeeft. De rots te midden der woelige baren. Leden der Staten-Generaal, tezamen zullen wij werken voor het heil van Nederland en het Rijk. Mogen God onze arbeid zegenen. Ik zweer aan het Nederlandse volk dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de staat met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van al mijn onderdanen zal beschermen. En tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten ter beschikking stellen. Zoals een goed koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Nadat professor Kranenburg, de voorzitter van deze verenigde zitting, de eedsformule voor de Staten-Generaal heeft uitgesproken, wordt de verbintenis tussen vorstin en volk door elk van de leden bekrachtigd. Meester Witteman. Zo waarlijk helpen wij God Almachtig. De heer Haken. Dat geloof ik. De heer Hooy. Zo waarlijk helpen wij God Almachtig. Mevrouw Fort en Jezewit. Zo waarlijk helpen wij God Almachtig. De heer Schermerhorn. Zo waarlijk helpen wij God Almachtig. Als de laatste van de 146 parlementsleden die deze vergadering bijwoonden beloofd heeft de rechten en de onschendbaarheid van de kroon te zullen handhaven, verkondigt de oudste koning van wapenen. Hare Majesteit, koningin Juliana Rijksinkhouder, lieve koningin! De herauten begeven zich naar buiten om ook daar van de inhuldiging aan het volk kom te doen. Koningin Juliana is ingehuldigd. Leve de koningin! Plechtigheid is ten einde. Prinses Wilhelmina verlaat de kerk door een andere uitgang om zich onopvallend te onttrekken aan de komende feestelijkheden.
Dit is het ogenblik waarop zij terugtreedt uit het openbare leven. Na de inhuldiging poseren de leden van het koninklijke gezin en de voornaamste gasten voor foto- en filmcamera.